Ja, het probleem is heel erg groot, uh, want we zien inderdaad het probleem in Amsterdam, maar ook in andere steden zoals in Rotterdam. We zien natuurlijk in Brabant de problemen met Ecstasy Labs. Ja. Dus het probleem beperkt zich zeker niet uh, tot Amsterdam. Hoewel daar misschien wel het centrum zit natuurlijk van de georganiseerde criminaliteiten. Uh, uh, dus de kopstukken van uh, de drugsbende zitten daar voor een deel, maar die zitten ook voor een deel in het buitenland. Maar het probleem uh, ja, speelt zich landelijk af juist ook in Brabant, juist ook in Zeeland. Ja, je, Grapperhaus die heeft nu een, een fonds, een ondermijningsfonds voor, waar 100 miljoen in zit. En nu stellen jullie een nationaal coördinator tegengaan ondermijning voor. Wat is dat? Ja, kijk, het is wat ons betreft heel belangrijk dat we al die initiatieven die nu genomen worden, dus op lokaal niveau in gemeenten door burgemeesters en wethouders, ja. de narcobrigade bij de politie, extra capaciteit bij de field om uh, financiële geldstromen op te sporen, om dat allemaal bij elkaar te brengen. En daarvoor is nationale coördinatie nodig, want uh, sinds de vreselijke moord op Dirk Wiersum hebben we natuurlijk allerlei initiatieven gezien. Er komt op allerlei plekken geld bij, dat is positief. Het is mm -hmm. nog niet genoeg, maar het is wel positief. Maar zo ondertussen zie je de, door de bomen het bos niet meer natuurlijk met al die initiatieven. En het is belangrijk dat het bij elkaar wordt gebracht. En, Ze werken nog niet goed genoeg samen, vind je? Nee, klopt. En dat vind ik niet alleen. Hè. Dat horen we ook van burgemeesters, van wethouders, van politieagenten zelf. Uh, die ook zelf klagen van er is heel veel informatie, bijvoorbeeld over die drugscriminelen, hoe ze te werk gaan, hoe ze kwetsbare jongeren uh, ronselen voor hun drugspraktijken. Uh, maar die informatie wordt te weinig gedeeld en er wordt te weinig samengewerkt. In die context sprak je ook over een waterbedeffect. Klopt, klopt. Ja, wat we natuurlijk zien is sinds die vreselijke moord op Dirk Wiersen worden de officieren van justitie, advocaten ja. beveiligd. Dat is hard nodig. Maar dat leidt er wel toe dat de politiecapaciteit elders uit het land wordt weggetrokken. En bijvoorbeeld de wijkagent uh, verdwijnt daardoor van straat. Terwijl die wijkagenten juist voor de preventie heel hard nodig hebben. Want die wijkagenten die hebben we nodig om te signaleren welke jongeren risico lopen. om ten prooi te vallen aan uh, georganiseerde criminelen. Dus we hebben echt een integrale aanpak nodig: coördinatie, kennisdeling. Ja. Ook tussen gemeenten, landelijk, tussen politie, field, openbaar ministerie. noem maar op. Er komen zoveel instanties bij kijken. En daar is zo'n coördinator voor nodig. Ja, dit, dit voorstel komt morgen. Maar dan is er vandaag uh, de, dat er een vertrouwenscrisis in de landelijke eenheid van de politie is. Dat werkt niet heel erg in het vertrouwen, of wel? Nee, dat helpt natuurlijk niet. Ik wil wel vooropstellen, want er wordt vaak gesproken over problemen bij de politie. Intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie. Mm -hmm. Dat gaat vaak niet om de man of vrouw op de straat. Hè, de politieagenten die elke dag bezig zijn voor onze veiligheid. Het gaat vaak om de top uh, van de politiekorpsen. En de politievakbonden hebben al om een onafhankelijk onderzoek naar die misstanden gevraagd. En dat kan ik alleen maar herhalen en dat zal ik ook morgen herhalen in het debat. Wat ons betreft komt er zo'n onafhankelijk onderzoek, zodat we kunnen kijken hoe de cultuuromslag die in de top van de politie nodig is, er ook kan komen. Ja, dan is er toch iets dat jullie uh, willen heel graag Toch de legalisering van bijvoorbeeld ecstasy. En dat is toch wel, er staat misschien toch een beetje haaks op die drugscriminaliteit harder aanpakken. Nou, heel graag zou ik niet zeggen, maar wij zeggen wel, je moet kijken naar een totaal aanpak. Okay. Dus je moet de georganiseerde criminaliteit keihard bestrijden. Je moet aan preventie doen. Dus je moet jongeren goede voorlichting geven over de risico's van drugsgebruik. Uh, ook over de risico's dat ze geronseld worden door drugscriminelen. Mm -hmm. Maar je moet ook inderdaad heel reëel zijn. Er zijn mensen die drugs gebruiken, bijvoorbeeld ecstasy. En uh, zolang we uh, dat in de illegaliteit drukken, werken we eigenlijk georganiseerde criminelen in de hand. Ja. Dus wij zeggen inderdaad, ga kijken naar gecontroleerde legalisering. Dan kun je ook onveilige omstandigheden, met bijvoorbeeld illegale ecstasy labs in Brabant, kun je daarmee aanpakken. Ja. Maar misschien nog wel belangrijker, je speelt ook politiecapaciteit vrij. Waar we nu een enorm tekort hebben aan capaciteit. Je speelt capaciteit vrij om in te zetten voor de echte prioriteit. Voor het aanpakken van die zware drugscriminelen. Dus die legalisering zou slechts ten dele zijn? Zou slechts één van de meerdere oplossingen zijn? Ja, het is onderdeel van een groot pakket. Maar zeker een onderdeel waar ik voor sta. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook daarover na te denken. Daar zou geen taboe op moeten liggen. Krijgen jullie in de Tweede Kamer al steun voor het voorstel? Voor de Nationaal Coördinator. Ja. Nou, kijk, ik presenteer het vandaag, uh, vandaag hier. Uh, ja. Maar ik ga straks terug naar de Tweede Kamer en dan ga ik praten met collega's van andere partijen. Morgen hebben we het debat over de justitiebegroting. En uh, we hopen dat we de handen hiervoor op elkaar krijgen. Want het is gewoon keihard nodig.